Hi Waterman, leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 37. En dat is van maandag 11 september tot en met zondag 17 september. En de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Waterman, alsof deze week een week is waarin je veel actie hebt, veel beweging hebt, veel nieuwe dingen hebt. En je vindt het nog wat lastig om het in de juiste banen te leiden, maar je doet ontzettend veel je best. Ik heb het idee dat er een bepaalde vorm van samenwerking is. Je kijkt ergens naar de toekomst toe voor een langere verbinding en het gaat je allemaal goed af. Je wordt er wat zenuwachtig van, want je weet niet of dat je het wel helemaal goed gaat doen. Maar je lijkt het eigenlijk uitstekend aan te pakken. En je lijkt ook heel erg de moeite te doen om maar het wil te willen laten slagen. Hè? Dus het is op zich ook helemaal niet erg als het eventueel op een bepaald moment nog even niet zo goed zou gaan. Op het moment dat je het maar weer oppakt, communiceert en weer aan de slag gaat. Want dat is vooral het stukje. Er ligt samenwerking, er ligt beweging en er ligt ergens een soort nieuw doel bereiken waar je heel veel plezier van gaat krijgen. Het is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.